Oké, we zijn hier nu in Spijkenisse, net buiten het plekje waar je dus niet mag vliegen. En ik start Litchi op en hij is bezig met IMU for Farming. Oh, dat ben ik vergeten. Ik had nog dat leuke plankje en dat werkte best aardig, behalve nou dat ik het vergeet. Dat is wel weer jammer. Goed. PF GPS. Hij zit goed. Ik heb nog geen controle van de homekaart. Sterrenkwartier Spijkenisse. Zou zomaar kunnen. Oké. Nou, dan zou ik zeggen stijg op. Oké. Ik laat hem nu even draaien om zijn as. Om ook om even te kijken zo van ja, hoe stabiel blijft hij op zijn plek? Ja, best goed. Zeker niet te klagen. Goed, nou laten we eens even kijken of we een panorama kunnen maken. Nou, 64, 65, 68, 70 meter. Een beetje uit de weg. 110 meter hoog. Oké, ik stop het filmen. Ga naar camera en zet hem op panorama. Settings. En ik wil graag rij bij rij, horizontaal. Ja. Wachttijd voor elke foto's. Nou, het zal allemaal wel 34 foto's. Leef je uit. Dat is één foto. Twee foto's. Mooie blauwe luchten. Oh, ik zie een foutje. Stop. Doe even de camera naar beneden, zodat ik weet waar ik ook weer was. Maak even een foto. En dit lijkt mij wel mooi. Zet hem op AE-lock. En start opnieuw. Goeiedag.
Je ziet dat hij na het maken van een foto toch even een beetje verschiet. Soms. Of die langer moet wachten. Wow, dat is niet best. Kijk, hij hangt zo scheef dat de poot zichtbaar is. Even. Misschien moet ik die settings van die panorama toch veranderen, dat hij langer wacht. Nog 3 foto's. Panorama beëindigen. Zal ik er nog eentje doen dan? Maar laat ik eens even kijken. Wachttijd voor elke foto. Ja, laten we die eens een beetje opschroeven. We gaan naar 3 seconden wachttijd. Ja, ik snap dat je tegen de zon inderdaad een beter beeld hebt. Maar ja, zie je, dat is dan toch niet een goed fotootje geweest. Zie je, hij hangt toch een klein tikkie scheef en dat ga je zien, hè. Ik denk, als ik het zo bekijk, dat hij toch wel mooi daarna naar huis moet komen. Eigenlijk moet hij... Eigenlijk wil ik hem zo hebben. Dat zou cool zijn. Dus je hebt je dinges. Een soort van... Nou ja, zo hoog. Nu heb ik hem zo laag en naar beneden hangend. Maar dat is niet handig. Dit is mooier. Mooi, rechtuit. Schuin beeld. Dan moet hij echt, nou ja, zo'n beetje op mijn borst zitten.
Je zou eigenlijk iets moeten maken vanaf dat plankje dan omhoog of zo. Eigenlijk iets wat om je schouders hangt met grote beugels. Daar is de wind, daar is de wind. Hij wijkt af, hè? Hij waait een beetje met de wind mee. Tien foto's. Dan moet hij echt nodig naar huis. Acht. Zeven. Zes. Nog 4 minuten. Kom op. Vier foto's. Steeds 4,5 minuut. Drie foto's. Twee foto's. Eén foto. En nog een foto. 4:20. Stop. Oké. Okay. Oh ja, ik kan goed zien wat de voorkant is. Ik zie geen rode stipjes. Hoeveel minuten hebben we nog? 3,5 minuut. Laat hem snel zakken. Tik om te annuleren. Zo, en nog geschud. Van die lampjes, hè?
Okay. Okay. Oké, met de zilveren reflector. Wat is de afstand? Een beetje omhoog, alsjeblieft. Nee, dat is raar. Waarom gaat hij daarheen? $330. Laten we nog weer ietsje stijgen. $400. Dat moet in line of sight zijn. $450. Dat moet steeds meer stijgen. We hebben er $500. Tja. Laten we hem eens even op film zetten en aan. En er is geen enkel probleem. Ietsjes hapering van het beeld. Nou, hier moet ik ergens staan. Florid.
Nee. Oeh, ja, dat helpt wel, die lampjes. Die lampjes helpen echt goed. Tja, ik heb natuurlijk al een mooie panorama gemaakt, hè? Ah, good point. Goedemiddag. Niet hier. Waar gaan we toe? De lampjes trillen enorm. Oh, dat doe ik altijd. Iedere keer is er weer wat nieuws. Dat ik denk, nou wil ik weer even weten hoe het zit. Oké. Okay. Dat is best wel ver weg, hè? Ja, hij mag 500 meter ver weg. En dat was 500 meter. En dat is echt ver weg. Ik zie hem wel. Ja, je ziet hem bijna niet meer. Nee, je zag hem. En je moet hem altijd in het zicht houden. Dus dat gaat net. Dus daarom heb ik die lampjes er ook op gedaan. Omdat anders tegen zo'n blauwe lucht. Hij is gewoon weg. Ja, want ik zeg, je ziet hem helemaal niet. Ze zeggen, ja, ik zie hem alweer daar. Ja, ja, want hij kan best snelheid. Iets van 40, 45 km per uur. Dus. En dan maak filmpjes. Dat kan. Oh, ja. Het hoeft niet natuurlijk. Maar ik dacht, ik heb hem nou op 120 meter hoogte gedaan. Want ik zit hier net buiten het vlieggebied van Rotterdam. En ik dacht, dan maak ik allemaal foto's en die plak ik aan elkaar. Dan heb je een heel mooi panorama. Nou heb ik helemaal niks met spijkenissen. Ik vind het wel een mooie plaats trouwens. Ja. Want ik was eerst bij de Nieuwe Westdijk terechtgekomen. Waar is dat, de Nieuwe Westdijk? Dit is de Westdijk. Ja, daar wilde ik heen. Want ik denk, mooi, hè, dan vlieg je nergens tegenaan en zo. Maar de Nieuwe Westdijk, dat is bij een parkje en met watertjes en zo. En ik denk, zo, dat is een leuke plek. Ik heb er nog nooit van gehoord, de Nieuwe Westdijk. Is dat bij het Mallebos in de buurt van? Ik denk het. Is die kant op? Ja, een beetje daar, ja. Maar ja. Nou, dat zag er ook heel mooi uit. Ik dacht, oh, leuk plaatsje. Nou, woon ik zelf in Schiedam, dus... Alles is snel mooi. Ja, ja. Als het maar groen is, dan denk ik, oh ja, mooi. Dat is ook leuk. Kom een fiets eraan. Hè? Nou ja, die fiets er wel omheen. Het is best een groot pakje. Ja, 1,2 kilogram. Ze zijn tegenwoordig kleiner. Ja, je had zo van die opvouwbare ongeveer zo groot.
Die kunnen ook veel meer, want deze kan ook mijzelf volgen en dan blijven filmen en zo. Maar echt lekker, echt goed gaat het niet. Terwijl die kleintjes, oh, die doen dat zo. Maar ja, die zijn, even kijken, 3 keer zo duur als deze. Ja, deze was helemaal kaal, zeg maar, dus alleen de drone zelf is €500. Ja. Maar die kleintjes, ja, die zijn minstens 1500. Ja. Dus dan gaat het al hard. Maar het wordt een hobby. Ik dacht eerst gewoon van, weet je, je hebt een camera, heb ik onder water, ik heb een camera boven water. Nou, eentje in de lucht, leuk. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat het meer werk vergt, zeg maar, om dat ding in de lucht te houden. En gewoon eraan te knoeien en te zorgen dat hij doet wat hij hoort te doen. Ja. Dan dat je zegt van, ja... Ben je nou heel veel met fotografie bezig? Nou, dat valt wel mee. Ja, en alle veiligheidsregels, want die zijn er talloos. Want ik zag net weer zo'n klein vliegtuigje daar vliegen. En toen dacht ik, ja, dat klopt. Want daar is inderdaad de controle van Rotterdam. En daar is het laag vlieggebied. En daartussenin mag ik net. Dat moet je ook allemaal weten. Ja, want daar vliegen ook die legerhelikopters. Vliegen daar ook. Ah, vandaar. Ja, ja, dan mag ik niet hoger dan een bepaald aantal. En ik geloof als recreant al helemaal niet. Hoi. Hallo. Maar dat is echt, tja, moet je allemaal weten en in de gaten houden. Ja, je kan niet zomaar zo'n ding doen. Nee, want ook kocht dat ding natuurlijk. En toen dacht ik, leuk. Daar vergis je in. Hij lijkt laag, maar het zijn enorm grote vliegtuigen. Ja, dus maar uiteindelijk... toch is dat voor hier best wel laag. Ja, ik heb hem ja wel voor hier zou die gezien, kunnen zijn. Hoor. Ze zijn wel eens lager, maar die zal naar 16 meter zijn. Dat denk ik, want er zit een grote cirkel rond Rotterdam met een soort rechthoekige punt, zeg maar, boven Spijkenissen. Dat ik daar liep en toen kwam die al gelijk met die... Hoe ja, dan gaf hij een klap, dan ging het landingsgestel. Ging het landingsgestel. Schrik je helemaal te pletter. Ja, dan was die veel lager als daar. En toen schrok ik. Ik denk, nou ja, wat gaan we nou krijgen? Ja. Dat hoor je dan goed. Ja, het Benissengebied is ook wel mooi, dat zie je achter. Oh, daar zo. Een groot natuurgebied. Ja, maar natuurgebieden behoren tot Natura 2000, mag je weer niet dronen. Tenminste, niet overal althans. Oh, dus dat, je kan niet zomaar zo'n ding nee. Dat jullie bij het flat zien. Dat toch wat mee? Bij de rivier mag het denk ik ook niet. Nou ja en nee. Men zegt natuurlijk wel dat je niet boven rivierwegen mag. Maar ja, er is niemand. Je mag eigenlijk niet boven een schip. Nee. Dat is eigenlijk meer het idee. En dan denk ik, nou... Ook dat is niet heel erg een probleem. Want ja, stort die niet op het schip? Ja, zonde van je drone natuurlijk, maar het schip stopt niet. Nee. Die vaart gewoon nee, leuk. Die vaart gewoon door. Want ik zag het wel eens ook langs jouw flat komen. Ja, heb ik ook wel eens een drone gezien. Ja. Ja, maar dat mag weer niet vanwege, je mag niet boven bebouwing. Nee. Je mag niet aan één gesloten bebouwing. Dus zo'n mooie losse villa, dat mag dan weer wel. Ja. Je mag niet boven wegen van 50 km per uur, 80 km per uur en autosnelwegen ook niet. Maar wel die van 30 km per uur. Okay. Maar ja, waar vind je zo'n weg waar toevallig geen bebouwing is en wel 30 km per uur? Nou ja, nergens natuurlijk. Nee, en dan heb je in de Benissen, dan mag je weer niet. Nee, dus het is een beetje uitzoeken. Ja, ja. Waar het net wel gaat en waar het net niet gaat. Nee, je moet ook wel passen voor de hele ja, die masten, daar zou je ook op moeten gaan. Ja, dan moet je uit de buurt blijven, want er zit een magnetisch veld omheen en dan wordt die helemaal dol. En dan gaat hij alle kanten op vliegen en ja, dan ben je kwijt. Oh, dat gebeurt, dat kan gebeuren. Dat kan rustig gebeuren, ja. Nee, of een vogel vliegt er tegenaan, dat heb je ook. Dan, want ik zag hem toch daarheen gaan en ineens zeg ik tegen hem, ik zie hem helemaal niet meer. Hij zei, ja, ik zie hem alweer daar. Nou ja, ik probeerde hem naar die hoek te sturen. Ja. Dat was het idee, maar het is... Ja, hij was helemaal voorbij dat witte huis, was hij. Ja, hij was echt ver weg. Ja, want ik moest hem boven die boom, daar zat hij op een gegeven moment. Toen moest ik hem laten stijgen en weer laten stijgen en weer laten stijgen. Omdat ik moet hem in het zicht houden. Ja. Dus hoe verder weg die gaat, hoe lager die lijkt te gaan. Dus dat schiet niet op. Nee, want toen zei ik al, ik zeg, oh, hij gaat steeds hoger. Ja, het is ook prettiger voor de mensen, want het is een mateloos irritant geluid, die propellers. Dus het is, ja, dat... Moet je niet al te lang doen en ook helemaal niet bij mensen in de buurt. Dat waren daar, bij dat volgende huis waren ze met de grasmaaier bezig. En denk ze nou die grasmaaier of nee? Maar het was toch die drone? Ja. Een beetje hetzelfde geluid. Ah, het is ook een motortje. Ja, precies. En dan hele harde. Ja, maar dat is altijd zo. Aan het begin van de eerste paar mooie dagen, dan gaan de hoge druk spuiten en de grasmaaiers die gaan allemaal aan. En je denkt, ja, inderdaad zo, ja.
Vooruit dan maar, denken we dan. Maar niet, ja, niet te lang. Want het is een irritant geluid. Ja. Ach, nou, ik zou me daar niet zo aan storen. Ja, je hebt mensen die storen zich overal aan. Het hangt ervan af. Ik heb bij Kinderdijk gevlogen. Dat mocht dan weer wel. Oh, en dan, wel, ja, dan zit je dus bij zo'n molen. Daar moet je wel respectabele afstand van houden om natuurlijk de privacy te garanderen. Maar er waren ook van die tuintjes waar mensen in werken. Nou, dat doe je natuurlijk voor rust en plezier. En ja, als er dan zo'n 40 minuten lang zo'n droom boven je hoofd staat cirkelen, ja, dan ben je het goed zat. En als het nou een keer is, waar Kinderdijk is zo beroemd, het stikt daar van de drones. Komen ze regelmatig natuurlijk, want dat is leuk om te fotograferen. Ja. Daarom dacht ik ook, Spijkenisse is dat nergens op de kaart. Hoe kan dat nou? Laten we daar ook eens even een panorama van maken. Dus dat is ook wel ergens op internet, die foto. Ja, ja, bij mij staan ze. Ik heb een eigen website, dat is www.spetri.com. Hij vindt het ook wel interessant. Dat vindt hij wel leuk. Ik gebruik het ook voor familiefoto's en dat soort dingen, maar ik heb twee tabbladen waar je aan moet denken bij een drone. En drone-vitrine, dat zijn alle filmpjes. Petri, P-E-T-R-I, zonder de E. En dan .com, want dat was toen de tijd het goedkoopst. Laat hij hem, want allemaal YouTube filmpjes starten op, plus panorama's van Round Me. Ik heb even kijk hoor. Nee, sorry, die E moet eraf. Het is gewoon S, mijn voorletter. Ik heet Sergio. Oh. Ik wist niks originelers te bedenken toen ik een website begon. Ja, nee, doet het. Nee, niet doen. Nee, rustig aan, jongen. En dan staat hier ergens laatste tabblad of zo, dat is drone vitrine. Oh ja. Ja. En dan laat hij hier alle fotootjes van filmpjes. Oh, je bent lieve hond. Ja, het is een schatje. Oh ja. En hier zijn dan de panorama's waar ik ze opzet en is de kaart waar ik dan iets gedaan heb. En alle YouTube-filmpjes. Ja, met de originele, de aangepaste, het beeldscherm, dat kan je ook opnemen. Ja, dat hoort er allemaal bij. Okay. Komt hij daar dan op landen? Of? Daar stijg ik meestal van op, want ik weet niet zeker of er onder dit asfalt metaal zit. En dat zou kunnen. En dat betekent dat als er metaal zit, dat je dan een kompasstoring krijgt. Dus dan moet je even afstand van nemen. Dus het liefst start ik altijd gewoon van gras, dat denk ik, daar zit geen metaal in. Althans, dat hoop ik. En dan heb je geen last van kompasproblemen. Nee, oké. Okay. Dat zit je nog een hoop van vast. Oh, van alles. Dan denk ik ook, ik neem zo'n ding in de lucht. Nee, ik was in Zeeland en daar steeg ik ook op, gewoon op van een weiland en zo. Nou, prachtig, wel harde wind was het daar. Dus ik denk, nou, de drone ging nog net. Nou ja, hij bleef het goed doen. Toen dachten we, weet je, we gaan naar dat water. Dat mocht ook nog. Dus ik zet hem daar neer, aan het water. En ik wil hem dus opstijgen. Maar de wind daar is nog harder. En hij kan wel, als hij helemaal in de lucht is, dan houdt hij het wel. Dan hangt hij helemaal scheef, maar dan blijft hij wel op zijn plek staan. Maar ja, niet als je net opstijgt natuurlijk, want ja, dan hoort hij eigenlijk wrijving te hebben van de grond en die is dan meteen weg. Dus hij klapte meteen om. Oh. Ja, dat kostte weer een paar propellers. Ik denk, oeps, foutje. En dat lees je dan weer later, dat iemand zegt van ja, je kan wel in harde wind, maar je moet wel zorgen voor een rustig plekje om op te stijgen. Dan denk ik, ja, had ik dat nou eerder gelezen? Ja. Had me een paar propellers gezien. Daar leer je weer van. Daar leer je weer van en dat is met alles zo. Dus dan weer dit, dan weer dat. Dus eindeloos. Leuk, hè? Maar het is leuk op. Het is geinig. Ja, het is wel lekker. En het is technisch, hou ik ook van. Ja, ik zit ook even te kijken. Dat geeft niet hoor. Oh ja, ik ging kijken of hij mij kon volgen. Dat ging ik doen. Ik was zo, ik denk, wat ging ik nou ook weer doen? Het is wel een apart ding, hè? Is dat nog zwaar dan? Dat valt mee. Oh. Kom op. Oh, wegens niks. Nee, dat is bedoeld. Allemaal plastic. Hij moet wel omhoog natuurlijk. Ja, ook, ja. Hij schijnt nog wel een kilo ongeveer te kunnen dragen.
Maar dan moet ik wel eerst weer een haak erop bevestigen en al dat soort dingen. Dus als ik me weer verveel, dan ga ik dat doen. Dat hebt u opgenomen, daar zit ik al in. Dit is de accu, is oh, de batterij. De accu. Okay. Nee, wat u opneemt, het is maar zo'n klein kaartje wat op de camera zit. Okay. Dat is helemaal niks. Die gaat een half uurtje mee, zo'n accu? Dat zou leuk zijn. Nee. Ik denk dat ik hem, nou zo, je moet rekenen op zo'n 20, 22 minuten maximaal. Dan moet hij echt weer landen. Ja. En ja, zo'n accu zelf is tussen de 60 en 150 euro. Dus dat is ook wel een dure grap om te verzamelen. Ja, dan moet je altijd wel een paar bij je hebben. Ja, ik heb zoiets van ja, drie is zat. Dan heb je alles wel weer gedaan. En kan je dat zelf weer opladen dan? Of ja, dat niet? Ja, thuis kan je weer opladen. Maar okay. Moet wel weer naar huis. Nou, daar succes. Staat mijn auto. Dus, succes ermee. Ja. Ja, bedankt. Alles weer netjes opruimen. Ja, ik zag dat het 4:50 was. Ik denk, moet mevrouw niet boos maken. Okay, ja. Precies. Daar.